Ik wil even een shout-out doen aan die ene buschauffeur. Uh, ik weet niet waar die rijdt, volgens mij was het Harlem. Die uh, uh, pauka oh, yeah. door de bus aan het pompen is. Um, uh, een van onze redacteur hoorde het toen hij de bus instapte. Maar zet hem even iets harder op dit moment voor de mensen achterin. Die kunnen het nog niet uh, goed verstaan. We gaan met z'n drieën. Hey buschauffeur, <laughs> we gaan je kiezen bouwen. Ja, goed. Ja, je luistert naar de grootste gaming entertainment podcast van Nederland, België en ook Duitsland. Want we hebben hier Simon Seilemans. Uh, Ron is aan het werk, dus daar Simon. Die komt vers uit Duitsland en je hebt daar een gigantische show gepresenteerd in het Duits, Simon. Ja, dat is geen probleem voor mij, maar... Oh, zo jammer. Ik wilde de hele intro in het Duits. Ik dacht dat we hem gingen krijgen, helemaal. Nee, dit is fantastisch. Uh, uh, mag ik het vertellen, Simon? El, je mag alles stellen, maar je Ja, nou ja, uh, wij zagen elkaar donderdagavond. Dat was een game borrel. Zeker. En jij moest de vrijdagavond met jouw orkest richting Keulen. Was het in Keulen? Games in Concert was in Bieleveld. Wat Duits is voor meer dan drie uur rijden. Ja, de, de pleuren dus. Ging je daar ja, uh, de presentatie doen uh, van dat Games in Concert? En ja. jij liet mij de presentatieteksten zien. En uh, jij zei daar tegen mij. Martin, ik ken geen Duits. En ik zag die tekst staan. Dat was een lap tekst waar je u tegen zei. Dus ik had graag, denk ik, vier uur in de auto willen gaan zitten... om daarbij te zijn. Maar er was gelukkig iemand bij die het voor mij heeft opgenomen. En ik ja. heb in tijden niet zo hard gelachen. En het mooie, wat ik het mooie vind, Simon... dat heb jij altijd... Daarom noem ik jou ook altijd wel liefkozend kut Simon. Je komt altijd overal mee weg, met die 100%. <laughs> ook hier die hele zaal vol met Duitsers. Die heb je toch wel weer aan het lachen gekregen. Dus uh, ja. chapeau. Dank u. Ja. Dank u. Nee, het was inderdaad. Mijn vriendin die heeft gewoon weken, want dit vroeg ze natuurlijk al weken geleden van: spreek jij Duits? En toen zei ik de gevleugelde woorden: ja natuurlijk. <laughs> En toen kwam het steeds dichterbij. En toen op een gegeven moment dacht ik van de week... Van, ah, misschien moet ik toch even aangeven dat ik niet echt Duits spreek. En mijn vriendin zei gewoon echt een paar weken gezegd... maar Simon, Simon hoe, maar dit, niemand doet dit. Dit kan niet. Je kunt niet tegen die mensen zeggen... ik spreek Duits dan volgens... en voor een hele zaal in het Duits gaan presenteren... terwijl je geen Duits spreekt. Ik luister, ik vraag gewoon of iemand even een paar teksten uittikt... en dan gaat het helemaal goed komen... Dat tekst uitteken was goed gekomen, dus zat ik dat aan jou voor te lezen, want toen kreeg ik ze live binnen. Toen kwamen wij allebei tot de conclusie van, oh, dit is misschien minder makkelijk dan ik dacht. Maar toen zei ik ook tegen wat is het allerergste wat er kan gebeuren? Niks. Als mensen mij niet begrijpen, ja, dat is echt heel vet, maar ze moesten heel hard lachen. En ze vonden het heel leuk, dus ze waren zeer gecharmeerd van mijn poging tot Duits. Zelfs een paar grapjes die, ge, zeg maar, geïmproviseerd werden, die vielen. Niet allemaal, zeg ik eerlijk. <laughs> Op een gegeven moment zei ik, oh, voel me net Louis van Gaal, heel die zaal zo crickets. Ik zo, oké, okay. en door naar de teksten die ik gewoon heb Maar nee, het was, het was ook de afsluiting van de, van, de, van de, deze games in concert tour. Dus was heel dope. Ja, vet toch. Je hebt uh, aardig, uh, je hebt in het carré gestaan. Je bent uh, zeker je... hoogtepunt. Ja. Hoe, hoe is dat? Ja, dat is dat is heel lijp. We, we zijn begonnen in Limburg. Dat was echt heel matig, want toen waren we ook pas een beetje twee weken zeg maar, onderweg met voorbereiding. Uh, dus dat was meer een soort van uh, proefversie. Try out Na Zwolle. Ja, een tryout. Daarna Zwolle, dat is echt fantastisch. Zwolle, Ik dacht even van, oh is ergens weer een of andere gat. Maar die had een superleuke uh, theater. En, uh, en een mooi theater. Hele uh, leuke mensen ook in het publiek. En dan hebben we nog Eindhoven, Nijmegen. Uh, en schree, het schreef je ook wat tegen. Nijmegen en Eindhoven was superleuk. En toen kwam Carré en dat was uitverkocht. En dat, dat, is, ja, dat is natuurlijk het, het mooiste podium theaterpodium van Nederland. En dat was echt. Waanzinnig vet. Ja. ja, wel leuk dat je je eigen concert, of je eigen. wat, wat heb je? Een uh, eigen band hebt. Ja, ik heb wel muziek. Je je noemen, dat ja, gewoon mensen tussen al het gelul door nog een keer ergens naar kunnen luisteren. Ja. Nee, nee, zij, zij bestaan natuurlijk al heel lang. Wij hebben back in the day met Gamer... nog een keer. hebben Tess en ik nog een keer meegedaan met het nummer. Ook in Carré was dat. Dat betekent, trouwens? ja, dat was in Carré. Dat ja. een iemand sloeg op een triangle en de andere mocht een er op een pauk slaan. Dat echt. Ja, zeker. Live. Moest je op, op een pauk slaan? Ja. Wat sick. En uh, ja, dat was heel sick. Uh, Alleen dit was een andere koek, want hier, ik was er met de gastheer, dus je verwelkomt de mensen, je maakt even een praatje tussendoor, een klein grapje. Of in Bieleveld maak je gewoon een kleine wiet. Dat is geen enkel probleem. <laughs> en, uh... <laughs> 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 maar nee, super vet om te doen. Dus ze hadden mij gevraagd, ik had gezegd, goed, ik doe het onder één voorwaarde, dat jullie een Outer Wilds nummer uh, erin doen. Dat hebben ze geregeld, dus super vet. En eind van het jaar gaan we nog een paar keer, uh, geloof ik. Ah, leuk. Mag we dan ook komen? Ja. Hey, je, mag, je mag elke keer komen. Ja, ik weet dit, Ik ben ook voor elke keer uitgenodigd. Maar ik heb elke keer genegeerd. Ja, het ja. ja, was Sheesh. net een beetje ver ook. Maar weet je waar je gaat komen? Of dan Heel een... Nederland ook geweest. Dat was net een beetje ver ook. <laughs> maar ja, niet waar je woont. Wij zijn de er de geweest. vroeger kom je naar Breda, Enschede. <laughs> ik Breda, ja. Nijmegen is gewoon acht minuten met de fiets. Hier in Den Haag, Haag hebben heb ze ook zaaltjes. Ja, Haag hebben ze ook zaaltjes, Simon. Ja, kom naar Den Haag. Kom. Zeker. Volgens mij gaan we naar Haarlem. Daar heb ik wel zin in. Oh, daar komen we ook wel eens. Met z'n allen. Oh, jullie zitten in Haarlem natuurlijk. Als jullie linken ook weer met Haarlem. Maar jullie zitten daar. Ja, ja. Je, je komt er ook naar. Nou, lekker, kom naar halen met z'n allen. Ja, leuk, gezellig. Ja. Nou, top. Uh, ik heb allemaal nog uh, promoties te maken. Maar ik wil eerst even hebben over jullie uh, hoogtepunten van de afgelopen week. Jacco. Oeh, ik heb niet heel veel hoogtepunten beleefd. Zal ik eerlijk zijn. Maar oh. ik vond de uh, industrieborrel uh, vond ik erg leuk. Dat was lang geleden. Oh. Um, voor de luisteraars, we hebben. Eigenlijk no normaal gesproken elk jaar een industrieborrel, maar sinds corona is dat een beetje geklapt. En uh, nu was het weer terug. En uh, ja, was erg gezellig. Heel veel mensen die je dan toch over e-mail spreekt of lang niet meer hebt gezien. En uh, ja, ik was nog getuige van een gesprek tussen de uh, Nintendo-man en de PlayStation-man. Die hadden het over Spider-Man. En toen zei Nintendo-man op een gegeven moment, ja. Het is geen Tears of the Kingdom. Ja, vind ik toch wel mooi om uh, <laughs> onderlinge om strijd te <laughs> Ja, nee, hij was dan wel uh, uh, met een knipoog natuurlijk. Maar ja, ik denk dat dat het was. Het was uh, lekker druk ook. Ik, iedereen was zijn stem ook kwijt de volgende dag. Ja, uh, de, uh, eigenlijk de hele avond ik, sta, ik heb daar staan schreeuwen en ik heb daar staan tanken, jongen, met Simon. Niet normaal. Ik heb er ja, buik bij van, zo. jongen. Niet normaal. We, we okay. waren, we, ja, we waren allebei met de auto. En dan uh, ja. ga je net bier drinken. Dus 0,0. Alleen je gaat wel in eens... het. Voor het eerste in mijn leven. Ja, maar je... 0 .0 oh, op, jullie Martijn waren het Maar er is nog al. geïntroduceerd aan 0,0. Ja, maar je gaat wel in hetzelfde tempo mee met alles en iedereen. Dus als iemand weer een pilsje gaat halen. en uh, dat gaat uh, uh, vier bier ieder kwartier zeg maar. dan doe jij er ook vier bier ieder kwartier van die 00 Alleen je wordt niet dronken. Je krijgt gewoon pijn in je buik. omdat je helemaal vol zit met. met ik word dik ja met die bende ja met, nou, met vloeistof met vloeistof ja. Oh, je, maar ik was ja. zo in de war ik dacht gewoon Martin is met de auto maar ik zag jou de hele tijd jij zo hey, hey Jacco hey. ik zo ja, Martin lijkt dat hij dronk ja dat is, dat is dat gewoon is mijn een TikTok karakter wat het regelt ja. beetje meewillen met iedereen die wel dronken is en zo laat ze die dingen al los zo weet ik alles al over GTSs klopt ja, ja je hoort wel de een en ander ja en ik heb zeker. gelachen om uh, uh, Wimpy die had uh, sinds november niet meer gedronken en die uh, hij zei, ja, ik ben niet dronken, maar ik voel hem wel zitten. Ik, ja, dat <laughs> ja, was lachen. Nice. Uh, Simon, jouw hoogtepunt was natuurlijk Duitsland. Kan niet anders. was natuurlijk Duitsland. Het was 0.0 bier voor het eerst in mijn leven. Ik zat heel ziek met mijn cola. Jij zei, ben je met de auto? Ja? Toen liet je mij 0.0 zien. Toen dacht ik, laat ik het gewoon eens doen. Dat was echt een goed idee. Um, hoogtepunt op die borrel was ook wel een gesprek onderbreken tussen van is een van Bethesda. Ik zo, nou jongens, wat zijn we hier aan het bespreken? <laughs> <laughs> Waar nee, om Starfield. Uh, maar uh, nee, ik denk dat mijn hoogtepunt, brek toch even naar de games. Ik heb uh, per ongeluk uh, Jacco's podcast voor goed verneukt. Oh, ja. die jongens, die willen het over Nintendo hebben en over allemaal games en dat soort dingen. Uh, en ik heb er per ongeluk een Xenoblade podcast van gemaakt. Klopt. Ja. Dus he heel hun Discord gaat ook al twee weken alleen nog maar over Xenoblade Chronicles. En mijn, uh, uh, mijn, mijn uh, uh, aangeven dat ik daar de eerste stappen in heb gezet, omdat ik te veel hoorde hoe bijzonder die game was. Nu zit ik 30 uur in en het is fucking magical, man. Sinou Chronicles, absoluut mijn fucking hoogtepunt. Nice. Van de afgelopen weken en de komende weken totdat Final Fantasy uitkomt. Rebirth. Ja, yeah. yeah. dat nice. sneller dan je denkt. Maar... Ja, ik ben uh, nu aan het racen met Shulk, wat de afkorting is voor She-Hulk maar dat is mijn hoogtepunt dus en eh, kan de was ook leuk oh ja ook nog, ook nog. Ben, je, ja. ben je verkleed geweest nee hey, dat mag niet meer in de bos dat, nee kom je neer eens mee binnen en in de bos is zo er komen zoveel oh. ja 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 Er zit zoveel uh, buitenstaanders zeg maar uh, er komen echt bussen vanuit dorp en half uur verderop vanuit rotterdam amsterdam Iedereen komt naar Den Bosch, wat ik snap, want het is natuurlijk de allermooiste plek op de wereld om carnaval te vieren naast Rio de Janeiro. Um, maar dat betekent dat Den Bosch is echt is veel te vol en veel te druk is. Dus dat betekent al dat, dat normaal gesproken, als Bossenaren begonnen we op zaterdagavond, nu ga ik zaterdagavond, ga ik de stad niet in. Ik sta ik tussen de Amsterdammers en de Rotterdammers en weet ik het waar de vak allemaal vandaan komen. Alleen het probleem is. <coughs> Sorry, um, en, en dit klinkt uh, weer eens gatekeepy. Maar het probleem is, kijk, als ik carnaval via bossenaren. En ik stoot per ongeluk mijn elleboog bij iemand tussen ribben. En ik flik per ongeluk 18 bier over iemand heen. Of uh, ik duw per ongeluk iemand aan de kant dat veel te druk is. Een bossenaar die weet dat hoort bij carnaval. Geen enkel probleem. Maar als jij iemand uh, die stapt in Rotterdam te bus, je gaat lekker carnaval via, die krijgt een spatje bier op zich. wordt helemaal gek. Die denkt. Oh, we zijn op stap maat, je bent niet op stap. Het is niet zaterdagavond in de vak in Baia of weet ik het. Wat voor jaren 90 tenten kan verzinnen. Um, het is carnaval en dan krijg je bier over je heen en dan wordt er geduwd en er is het druk en daar zuipen we bier en we zijn om de ene of zat en uh, dat is zo'n vervelende sfeer op zaterdag. Dus ik ben lekker zaterdagochtend begonnen met die kleine uh, paar uurtjes. en uh, zondag uh, met uh, gewoon met, uh, met de vriendengroepen, dan netjes om acht in huis. Uh, dat was heel gezellig. Ja, zeker. Oh, maar, ja, maar je mag dus niet meer verkleed. Dat was eigenlijk het punt waar je bracht Nee, omdat dus al die mensen altijd van buiten kwamen konden ze dat niet meer echt uit elkaar houden. Dus is er een beetje de, de afgelopen jaren een soort van kentering geweest dat we hebben zeg maar een boerenkeel of we hebben een zeg maar oeteldonk jasje en kleuren. En als je die draagt, dan weten mensen en en zo van oh bossenaren kom maar binnen. Alleen Oeteldonk? Is, is dat of bossen. Ja, autodonk, ja zeker. Rood, wit, geel. Oh. Het probleem is alleen dat nu zeg maar, al die bussen die komen, die hebben een soort van combi-deals. Oh, hier krijg je een Oetendonk-jasje en een Oetendonk-dasje. En dan komen ze alles door. Dus het maakt geen reetheid uiteindelijk. Maar het bespaart me wel een hoop geld om elke keer, uh, elk jaar weer een uh, Jack Sparrow-kostuum aan te schaffen. Wat mijn go-to was. Hm. Maar het was erg leuk en gezellig. Ja, mooi man. Nice. Nice. Ik, uh, ja. We, we, we hebben zo'n nieuwsgroepje. Voor, voor de van Gamer.nl en Pub.nl. Ja. Daarin zit natuurlijk ook Sex eh, Jas in, oftewel Micha Musters. Die mm. deelt altijd trouwen. Zijn de uh, fotootjes van de, van de Carnaval erin. Uh, ja, ja. Zo geniet ik altijd uh, van Carnaval, via Michal. Uh... Ik mis Micha wel man. Ja, Wie niet? Ja, iedereen. Ja, Het is wel een goede gast. Dan. Ja, man. Goed, uh, mijn hoogtepuntje. Ik moet ook even denken. Ik vond die, voor die borrel vond ik uh, von, von, helaas even goed om iedereen weer te zien. We zitten al altijd wel een beetje te klagen als. Oude garde van, uh, ja, wie zijn al deze mensen? Maar ik zat daar te kijken en ik zei, ah, oh, wat tof om weer zoveel oude bekenden te zien. Uh, mensen met ja. wie al twintig jaar de wereld over aan het reizen bent en uh, wilde avonturen hebt beleefd. En die je al maanden dan niet meer hebt gezien. Soms al wel jaren en dan hier weer allemaal even bij elkaar. Dus dan goed, eigenlijk te weinig tijd om even met iedereen te lullen weer. Dus, ja, uh, en de muziek stond pleurers hard, dus je kon sowieso niet echt goed nee. kletsen, klessen bessen. Nee, zo so, ja. Yeah. Ik was, ik was slim genoeg om van tevoren met een paar uitgevers even zo van... ...jongens, laten we even een hapje doen. Dan kun je even lekker zitten, lekker ahoeren. En dan ga je daarna naar die borrel en dan is het nog zo... ...een beetje tegen elkaar en dan kan je ze ogen staan schreeuwen met 0.0 bier. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja. Uh, maar mijn hoogtepunt is denk ik onze kick-off van uh, NK Allround Gaming. We zijn weer begonnen. En uh, we, we gaan dit jaar nog groter doen dan het afgelopen jaar. En we zijn nu losgegaan met de communicatie. En mensen kunnen zich nu aanmelden. En uh, het gaat beginnen, uh, begin volgende maand, met de eerste... Uh, Online voorrondes. We spelen vijf games, vijf free-to-play games, en iedereen mag meedoen. Speelbaar op elk mogelijk platform. We doen ook nou twee offline voorrondes, eh, ergens in het land. En eh, we hebben een mooi, mooi podium voor de finale. Dat is vet. Waar, uh, waar? Ik zag jullie foto's. Ziet er echt gruwelijk uit. Ja, dus een permanent. Echt, uh, is geen kattenpis. Ah, 20. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Heel doop. Ja, dat is heel, dope heel vet. Ja, we hebben ook, uh, nog een promo van de week opgenomen, en die is nu af. Ik denk dat de nieuwe live staat. die is helemaal sick. Super blij mee. Dus uh, dat wordt vet. We hebben QC Morog bij voor de presentatie. En, uh, Leuk. Ja. en uh, ik ga zelf ook weer meedoen. Want ik, uh, ik ga het via TikTok de wereld in slingeren. Dus dan moet ik ook meedoen. Lekker man. Ja, hopelijk ga ik winnen. Hopelijk ga ik winnen. Zie uh, je trouwens volgende week mijn, uh, mijn echte hoogtepunt van deze week. Kan ik niet zeggen. Op oh. nu. Maar herinner me eraan. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Ja, uh, ja ik ben toch wel benieuwd nu. Te magentje. Ja. Uh, Oké, okay. zeker. Um, ik wil even een shout-out doen naar die ene buschauffeur. Uh, ik weet niet waar die rijdt. Volgens mij was het in Harlem. Die uh, uh, oh, Paupraat ja. pau door de bus aan het pompen is. Um, uh, een van onze directeuren hoorde het toen hij de bus instapte. Maar zet hem even iets harder op dit moment voor de mensen achterin. Die kunnen het nog niet uh, goed verstaan. We gaan met z'n drieën. Hé hey, buschauffeur, <laughs> we gaan je kiezen verbouwen. Hey, uh, vanavond, als je dit op donderdag luistert, is er natuurlijk een podcast van de heren van, uh, van de Xbox. Die gaan de, en dame. En dame, sorry. Uh, die gaan daar iets vertellen over de toekomst van, uh, van Microsoft. Uh, we kunnen er nu uh, heel lang over gaan hebben, maar uh, misschien uh, dropt ze wel iets heel anders. Maar je hebt er vast wel een idee over, Simon, wat ze daar gaan... Uh, er waren natuurlijk ja, nee. afgelopen week waren die geruchten, ja. daardoor, werden de wereld ingeslingerd over allemaal, allemaal Xbox-games die ook naar Switch en PlayStation komen. En ineens ja. komt daar dus een, een podcast van drie topmensen van Microsoft Xbox. En die gaan daar ja. uitgebreid praten over de toekomst van Xbox. Er moet natuurlijk iets aan ja. de hand zijn. Nou, je zegt de afgelopen weken, want zei ik de alle afgelopen maanden: dat begon natuurlijk met oh, CFT's en uh, fi Rish komen naar uh, uh, Nintendo, naar PlayStation. En toen was het ineens: oh, en Indiana Jones ook. Oh, en Starfield ook. Oh, en Halo en is voor. Oh, en dit en dat. En uh, Xbox hield uh, niet wijselijk zijn mond dicht, stijf op elkaar. Toen was daar eindelijk veel Spencer vorige week die zei: jongens, volgende week hebben we een bu business update event. En nu hebben ze dus, zeg maar, echt de drie. De crème de la crème van het Xbox-merk. met Boody, Sarah Bond en Phil Spencer zelf, die in die podcast aan gaan schuiven. En ze hebben die drie toppers, alle drie, daar neergezet... om te vertellen dat er niks gaat veranderen en dat de geruchten niet kloppen. Ja. Want, want daarvoor haal je je drie grootste mensen naar een podcast toe. Nee, uh, het, het lijkt me vrij voor de hand liggen. Xbox gaat uh, in meer of mindere mate natuurlijk third party. Um, die Xbox Gezondheidszorg zou gewoon blijven bestaan. Je Digital Library is uh, safe. Maak je geen zorgen. Maar games komen ook uh, ofwel later. Ofwel day and date uh, voor sommigen... Um, naar andere platformen. Ja, ik denk dat jij. Dat lijkt me, uh, lijkt me in een ticketje. Ja, ik denk dat jij die drie kwartier durende podcast nu in twee zinnen. Samengevat, nu net. De ja, mensen hoeven ja, die niet meer te luisteren. Een kleine ja, aanvulling van Jacco. Ja. Nee, daarom snap ik het niet helemaal. Want ja, het ergens doen we denken aan. Misschien is het wel ingewikkelder dan we denken of zo dat ze daarom een podcast doen. Want waarom niet gewoon een blogpost of een korte video van waarin ze vertellen, oké, okay, dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Ik bedoel, waarom heb je daar een podcast voor nodig? Je gaat toch niet een hele podcast luisteren om te begrijpen wat de visie van Xbox is. Ja, misschien, zij, misschien hebben zij ook wel een borrel gehad waar ze iets over willen vertellen. Ja, misschien hebben ze ook wel een hoogtepunt van de week. En toen toen is die, die podcast wel in het Duits. Ja, weet ik. Nee, ik denk wel. Ik zei, mijn eerste reactie, ik gooi ik ook meteen in Twitter. Toen ik zag dat de podcast, was heel benieuwd, gaat het een opgenomen videootje worden? Wat een beetje onpersoonlijk is en waarbij je zeg maar een statement maakt. Is live. Uh, Gaat het uh, een, uh, inderdaad wat Jaco zegt, een, 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 gewoon een, een blogpost worden waarin je gewoon je tekst neerzet en dan oké, okay, prima, gaat iedereen dat we ontleden? Terwijl. Kijk, waar het alle schijn van heeft, het gaat wel echt een grote shift worden. Eentje ja. die, denk ik, ontzettend goed nieuws is voor Xbox en Microsoft. Neem niet weg dat er heel veel fanboys zijn, of fans van Xbox, normale fans, die zich zorgen maken, die uh, terecht ook vragen hebben, zo van, oh ja maar ja, luister, als al die games naar Xbox komen, waarom moet ik dan een Xbox kopen? En als Microsoft één ding uh, niet kan de afgelopen jaren, is het gewoon normaal communiceren. Dit is altijd weer zo, oh dit is onduidelijk, dat is niet helemaal goed. En het beste wat je nu kan doen, want dat verdient de Xbox community wel, is, is nu gewoon duidelijkheid en transparantie. Dus het beste wat je kan doen is die podcast. Je kunt daar, het is allemaal vooropgenomen en kapot geëdit en noem het allemaal maar op. Dus er zit geen woord in wat zij niet willen dat erin zit, wat helemaal prima is. Maar je kunt daar één je verhaal doen en je doet het met drie mensen en je meer dan alleen maar zeggen wat er gaat gebeuren, moet je mensen ook overtuigen waarom het goed is. Kijk, in een blogpost, daar kun je zeggen wat je gaat doen. Maar overtuigen, ja, dat, dat, dat gaat niet op die manier. En op deze manier kun je dus uitgebreid uitleggen wat je gaat doen. Je kunt uitgebreid uitleggen waarom het een goede stap is en waarom je als Xbox fan hier blij mee moet zijn. En je hebt daar natuurlijk ook een host of wat dan ook. En je kunt op die manier ook organisch allemaal voorbesproken. Maar je kunt wel vragen stellen vanuit. De community, zeg maar, waarvan je weet van hé, hey, de community gaat zich dit afvragen en dan kun je de antwoord op geven. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat wij met Inside Gamer hadden. We bijvoorbeeld uh, uh, mijzelf als presentator, maar we hadden ook Tess en Tess was niet zo diehard gamer... zo van oh, ik ken alle games en ik ben er wandelen enz.gelopen en die, maar zij was een beetje zeg maar de link van het, het, het geïnteresseerde gamepubliek, wat ook niet diehard gamer was, naar uh, uh, wat diepere vragen dus. Kijk, zij gaan ook zoiets, denk ik, doen en daarom kiezen voor die podcast. Wat ik echt een, het, het allerbeste idee vind dat ze maar hadden kunnen hebben. Um, en nogmaals, het gaat gewoon, denk ik, echt wel heel goed nieuws zijn. Het enige wat ik niet hoop is dat die podcast afgelopen is. En luister je dan een uur na of weet ik het wat. Wat ik niet hoop is dat ik dan weer tien keer heb gehoord: ja, case by case basis. En we kijken. Want als je dat gaat doen. Ja. Dan is het weer, Blade wordt aangekondigd. Oké, okay, gaan we het hebben over hoe vet het is dat fucking Arkane uh, een nieuwe IP krijgt? Gaan we het hebben over hoe vet het is dat Blade komt? Gaan we het hebben hoe vet het is hoe Blade eruit ziet qua stijlvoering? Of gaan we het hebben over, naar welke consoles komt deze game? En dan wordt het altijd fucking puntje 4 in de online discourse van, van social media. En... Ja, daar ben ik heel bang voor dat ze gaan zeggen... we gaan dit en dit en dit, en dit doen. En uh, ja, de rest die bekijken we kees bij kees. En, en dat, dat die ruimte willen zij voor zichzelf wel creëren. Want ze weten ook niet hoe dit af gaat lopen. Maar ik zou gewoon heel graag willen dat er iemand komt zitten... die zegt, Xbox fans, jullie hebben jarenlang bakken vol met geld... onze kant op geslingerd en, en jullie zijn uh, trouw gebleven aan het merk. Uh, zelfs in zware tijden. Dit kunnen jullie van ons verwachten, punt. En dat je geen vraagtekens meer over hebt aan het eind... Maar dat, dat denken is wel echt een utopie. Ja, ik ben een beetje bang dat ze heel veel woorden nodig gaan hebben. om het allemaal uit te leggen. En ik ben een beetje bang dat. Uh, als je die podcast hebt geluisterd, dat het alle kanten op is gegaan. en dat je nog steeds niet zo'n goed beeld hebt. Als, als ze dit doen, dan moet het heel gestructureerd zijn. per vraag. En ik denk ook dat, dat ze wel een blogpost gaan uitbrengen. waarin je alles nog een keer samengevat gaat zien. Jawel. Een kortere versie. Ehm. Um, maar ja, het echt... is geen live podcast. Hè? Dit is echt helemaal kapot geërdet. Ja, 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 ja. Hier, hier gaat geen woord in zitten wat zij niet hadden willen zeggen. Dus je kunt ze dat ook niet kwaad nemen zo van oh, dat heb ik gezegd. En kijk, wij zitten hier het auer. En ah, joh, ik roep, denk om de drie minuten. Iets waarvan ik achteraf denk van. Ah, dat had iets genuanceerd kunnen. Maar fuck het. Ik ben ook geen uh, uh, CEO bij een multimiljardenbedrijf. Uh, maar. Um, uh, zij gaan niks zeggen wat ze daar niet in willen hebben. Dus dat, dat, daar kunnen ze zich ook niet achter verschuilen. Dat betekent wel dat ze alle ruimte en tijd hebben om... om... Kijk, die zijn nu aan het opnemen, geloof mij maar. Die zit nu weleens in een studiootje bij het feit dat één 1 uur s'nachts is in Amerika. Maar als ja, die misschien... video er niet al ligt... Uh, ja, maar dat die is al is ook klaar. echt. Die is ook klaar. Elk woord wordt gewikt en gewogen. Het is waarschijnlijk al klaar inderdaad. Misschien ja. lekt hij wel. En dan brengt ze hem toch uit, net als Rockstar. Stap fucking 1, als ik maar was, is er komen welke motherfucker is met <laughs> al die fucking gasten praten. Ik bedoel, Sony en, mij, en Nintendo lekt hij ook de hele tijd shit. Alleen dat is meer zo van: oh, dan het State of Play. Of dan is de, de, het uh, Nintendo Direct. Deze games gaan we zien. Maar echt zo uitvoerig bedrijfsplannen van zoveel verschillende bronnen. Wat steeds maar weer daar, daar belandt bij diezelfde gasten. Is, is ja, dat is echt doet zoveel schade aan het merk. Dat is niet normaal. Ja, en ik, ik vraag me ook af hoe eerlijk ze gaan zijn. Want ik denk. Het blijft een bedrijf. Ja, het blijft een bedrijf. En er uh, nou ja, uh, was ook veel gezegd over uh, Game Pass afgelopen week. Dat we krijgen geen updates meer, bijvoorbeeld over hoeveel subscribers er wel niet zijn. Waarschijnlijk omdat dat, dat, dat een beetje is gestagneerd, die groei. En uh, dat zou de reden, een van de redenen zijn waarom Microsoft hun games naar andere platformen brengt. Maar ja, gaan ze zeggen. Ja, Game Pass gaat niet goed, dus PlayStation. Games komen naar PlayStation? Nee, dat gaan ze niet zeggen. Dus nee. ze gaan, Ik ben ook een beetje bang dat ze eromheen gaan praten van ja. Uh, tuurlijk we, 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 ja. Xbox is voor iedereen en daarom komen games naar elk platform en het was altijd al onze strategie wat ook wel e enigszins waar is want ze wilden natuurlijk Xbox op elk apparaat brengen Samsung TV's en shit telefoon um, maar ja ik ga misschien niet, niet de echte reden horen ik denk dat zij wel in een val gaan lopen als ze denken dat zeg maar de, de community dom is want de community is niet dom nee. en die DieHard fanboys van al die merken die die, die wil nog wel eens oogkleppen opdoen en dan worden er inderdaad sinds kijk in corona zijn al die Game Pass subscriptions en PlayStation Plus allemaal zo omhoog geschoten dat zak daarna weer in maar PlayStation communiceert het ook niet meer ja, en dat sorry. bedrijven die communiceren alleen wat ze willen of moeten communiceren dat zijn enige twee dingen die ze doen en je gaat dat zien bij Microsoft straks in die uh, in die podcast en wat ik hoop en Phil Spencer, die wil nog wel eens, net als toen met Redfall... dan schuift hij aan met het kind of funny en dan is hij... Ik bedoel, hij praat nog steeds wel als een corporate speak... en, en wat hij er echt van meent is al maar uh, de vraag. Maar ik merk, je merkt daar wel, daar zit iemand die weet als ik te veel bullshit... Je ja. gaat er wel omheen draaien en het gaat politiek zijn. Want hij is de, de grootste politicus uit gaming. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Maar hij heeft ook wel ergens in zijn achterhoofd. Ik kan geen shit gaan zeggen die echt. Kijk, hij zei bijvoorbeeld. Hey, Wat er niet door het wetval zo slecht was. Dat is gewoon bullshit. Dan wordt hij dan ook meteen gekalmd. Maar wat, wat is het voor uitspraak? Alleen dat is wel ja, het beste van verschillende kwaden. Dus ik denk niet dat zij uh, gaan met confetti binnenkomen. Van de jongens, hebben goed nieuws. Yes, we kunnen er nog meer consoles. Ik denk wel dat zij. En ze gaan ook niet zeggen: van hey, Game Pass is gewoon echt is gewoon niet uh, rendabel op de lange termijn. Is gewoon niet sustainable. Dus we moeten wel. Anders zijn we fakt. Maar ik denk wel dat zij het zo gaan brengen. Zij gaan het aanschieten vanaf de hoek van. ...hé uh, uh, hey jongens, uh, we brengen onze games naar nog meer platformen. zodat jullie, de Game Pass-bezitters, de Xbox-bezitters. nog betere ervaring krijgen. Want we krijgen nu nog meer. ze gaan niet praten over geld. maar we krijgen nu nog meer, zeg maar, mogelijkheden. om Spiders. Game Pass sterker te maken. om het te laten ja. bestaan. om nog meer games in Game Pass. Daar gaat het heel erg. gaan ze blijven op doorgaan. dat het voor Xbox-gamers. en Xbox als merk goed is. Wat denk ik ook klopt. Ik bedoel, ik, ik denk. Uh, end of the line is dit de beste strategie die ze kunnen gaan hanteren. Um, en end of de lijn het enige wat er echt te doen is dat ik gewoon lekker Halo zit spelen. Ja, Erg op zet, je ja. PlayStation Zin. straks. Ja, lekker man. Ja, fijn. Fucking lekker. surreal man. Maar de denken jullie echt dat al die grote high profile ja. exclusives er naartoe gaan komen? Dus ook uh, Indiana Jones, Gears, Hellblade. Ja, ja. Ja, Forza. ja Dat weet ik niet. Misschien ja, maar dat bedoel ik niet. Omdat ja. het een race game is, heb ik niks aan. <laughs> ja, dat wilde hij dan weer niet. Ja, ik, ja, ik vind het interessant. Maar uh, denken jullie van niet dan? Ik weet het niet. Ik zie ze het ook wel heel voorzichtig doen. met ja Ze beginnen met High Fire Rush en Pentiment. Nou, nou. Ze zijn, gaan het voorzichtig brengen. Games. en ze gaan ook, Zij gaan ook niet zeggen van... Hey, jongens, ze brengen al die grote shit. Best believen dat al die grote shit komt. En ze weten ook dat het geen goed nieuws is. Want, weet je wat ze dus expres hebben gedaan? Die podcast is om negen uur donderdagavond. Weet je wat er negen uur donderdagavond is? Elf uur. Buiten de Dijs Awards. Oh. <laughs> ja. Ajax speelt om 9 uur. Ja. Hem en Hulst en Ajax speelt thuis. Hem en Hulst. Zit in het stadion. Ik zal je verzekeren, die zit in het stadion. Ja. Die kan het helemaal niet zien. En dat weten zij. Ja. Dus daar hebben ze, ze hebben echt overal ja, van. dat is slim. Kies je niet, hè? Dat is slim. Hem staat daar uh, met zijn vlaggetje. Dat is strategie. Ja. Dit is mijn club. Ja, ja. Die zit daar gewoon. Ja. En die komt dan na nou, de wedstrijd. Heb je veel gezegd? Veel. Had je niet even twee uur later kunnen doen? Ja. Nee, dat is precies ja. wat er uh, wat gebeurt. Goed. Nou ja, misschien is het morgen wel allemaal helemaal anders en dan. Trekken we deze woorden allemaal terug? Het zou zomaar kunnen. Nee, zeker niet. Oh, het, is, ja, het is niet waar. Nee. Hey, er zijn afgelopen week ook, ook wat uh, gamepjes uitgekomen. Zo hebben we daar Banisher, Ghost of New Eden. We hebben Suicide Squad, Sk Kill the Justice League. En uh, volgens mij, als ik mijn timeline mag geloven, is de hele wereld Helldivers 2 aan het spelen. Ja, die is opgeblazen die game. Je vergeet er een. Maar, hebben jullie iets gespeeld van die drie titels? Uh, nee. Ah, nou, nee, want je vergeet er een, Martin. Vergeet ik er een? Nou, zeg het eens. Welke vergeet ik? Het vergeten. Na vijf jaar... Komt het nieuwe seizoen van onze Gameboy? Oh, Apex Breakout. Nou, ja, oké, okay, we, oh. we nemen dit dus op dinsdag op. Uh, de, vanavond uh, komt dat nieuwe seizoen uit. Alleen, mm -hmm. uh, ik zag jou gisteravond spelen. Alleen, alleen, Allee, ik zag jou gisteravond spelen. Ik ging er ook voor zitten. Alleen, uh, ik heb die update, die ging dus automatisch downloaden. Ja. En hij heeft hem ook al geïnstalleerd. En hij wilde hem ook opstarten. Mm. Alleen dat ging dus niet. Dus uh, heel veel PlayStation 5-spelers konden gisteravond niet spelen omdat die update uh, al was geïnstalleerd... maar nog niet live is. Uh, dus ik moest oh. overschakelen naar mijn Xbox... om daar nog even snel... Dus uh, dat is... Uh, dus, maar jij was wel op je PlayStation aan het spelen. Ja. Dat betekent dat jij... De, nou, ik, jij bent de PlayStation 4 versie aan het spelen. Ga ze heel snel de PlayStation 5 versie installeren dan. Echt waar? Ja. Ja, dat staat wel op de PlayStation 4 bij Maakt dat uit? Ja, tuurlijk. Wat dan? Je hebt verschillende... Uh, 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 je kan in 120 fps spelen nu. En je hebt uh, die uh, uh, um, mooie textures. Dus... Oh, is dat ook waarom die nooit automatisch update die game? Ja. Je moet, ah, je moet even de PS5 versie installeren. Je leert allemaal maar dingen. Die, hè? Zo. Ik vroeg ook af waarom is die game is wat wit en, ja. en, en zo, 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 shit. Een soort van Super Nintendo-stijl. Met frames en dat soort dingen, ik zie dat ook nooit joh. Nee, maar ik hij, niet maar, die maar uh, wij komen er ook pas maar, na, na vijf uh, jaar ja. achter dat uh, we eigenlijk de, de, de hele tijd de, de verkeerde schema aan het gebruiken zijn. Ja, dat is zeker waar. Ik zweer het je, we zijn aan het sleien nu. Ja. Maar ik denk wel dat ik stop bij het nieuwe seizoen. Okay. Want ze gaan, echt, ze gaan de game rigoureus omgooien. Met dingen waarvan ik denk. Kijk, Apex is in heel veel dingen goed. Waar het niet goed in is, is iets nieuws introduceren wat niet volledig ongebalanceerd is. Ja. Elke keer als zij een nieuwe gun uitbrengen, dit doen ze expres. Dus we gaan nu de Charge Rifle introduceren. Die gun is meteen de meest OP-shit alle tijden. Laten ze twee weken gaan, zodat iedereen een beetje met die gun gespeeld heeft. En dan gaan ze nerven ze hem helemaal kapot. Uh, dus dan is oh, het is toch waardeloos. En, en zo'n Charge Rifle had dat. Die Nemesis toen hij net uitkwam. Niet normaal. Die Volt toen hij net uitkwam. Allemaal van die wapens de eerste weken, als ze waren, waren ze grandioos OP. En ik heb het idee: de veranderingen die ze nu doen. Is dat je voor iedereen die het niet weet. Het is een Battle Royale. Je, je kunt dus zeg maar, betere armor vinden, betere kleuren. Maar je kunt ook als je op, jouw arm aan hebt. En je doet schade. Kun je zeg maar, je armor op die manier naar het volgende level brengen. En daar zitten een paar perks bij als je dat nu doet, zeg maar. Uh, dat ik denk van ja, maar dit, dit, de skill gap gaat zoveel groter worden in één keer. Uh, en, en dit gaat zo'n ongebalanceerde pleurisooi worden voor al die gasten die met een 20 kill badge rondwandelen. Die gaan lobby's nog harder slopen dan normaal. Uh, waardoor ze maar de normale Jan met de pet, zoals wij, een beetje achterblijven. Plus... Geen Kings Canyon, dus dan ben ik sowieso ja. met, meestal wel meteen uitgecheckt, om heel eerlijk te zijn. World's Edge en Kings Canyon, dat zijn mijn map. Maar je hebt nou ook ja. de hele tijd die, die veel te grote map. Die, ze... die Stormpoint, ja, Jesus Ja, die Christ. is onwijs kut. Dat is niet te doen. Maar ja. die blijft ze ook pushen. Ze blijven hem pushen, elk ja. seizoen weer. Maar wat er ook gebeurt, Stormpoint zit altijd in de vakkenroelaars. Hoe, hoe dan? Volgens mij, ze weten gewoon dat iedereen hem kut vindt. Maar haal gewoon die ja. map eruit. Doe dat ja. gewoon. Ik heb ook gewoon geen zin om te spelen als die er is. Want ik nee, door... maar wij, doen, wij zijn letterlijk, wij checken map rotation en dan appen we elkaar, uh, uh, shoutout naar uh, Noxie en uh, Flambonjon. Wij appen elkaar gewoon, zeven uur Kings Canyon, dan gaan we 7 uur online. En dan meestal om half negen is zo, oké, okay, dan een nieuw map later. Ja. Is dat dat per... We spelen letterlijk op Kings Canyon. Is het per aantal uur dat ze dat roteren. Ja, ja. Uh... steeds één map die anderhalf uur loopt, zeg maar. Maar wat wordt dat dus nieuwe uh, schildsysteem dan nu? Je kan nog steeds knallen en uh, upgraden, maar je kan... Je kunt geen nieuwe schilder meer vinden. Uh, dus je kunt niet zo oh lekker blauw schildje of paars schildje of wat dan ook. Je begint allemaal met een wit schild yeah. en die upgrade je oh. door damage te doen. En op het moment dat jij een upgrade krijgt, dan krijg je een, uh, uh, een buff. Oh. En ik geloof dat het bij, uh, bij die lifeline, die normaal gesproken die kan zeg maar extra healing shit uh, droppen als ult. Die lifeline kan ineens zeg maar crabers en shit gaan droppen. Uh, en Kraber is een uh, gun waarmee gewoon niemand in rekenen schiet. En Bangalore die krijgt nog sneller de ult en die hield in de smoke. Ja, wow, Voor wie niet weet, is een karakter die schiet om de twee seconden gewoon een berg rook. En dan kun je er niet meer zien. En dan kan ze ook nog sneller wegrennen. Dit keer als ze die smoke doet en ze staat erin, dan hield ze ook nog... It's, it's, dat ik denk van joh, dit, dit gaat zo mislopen voor, voor kneuzers zoals wij. Ja, maar uh, precies ja, wat we. Ja, zonder kiss ben ik er dus uit. Ja, maar wat er dus gaat gebeuren, iedereen gaat meteen uit het vliegtuig springen. Tegelijk om zoveel mogelijk damage te doen. Tegelijk ja, om maar een schildje ja. te kunnen sparen. Nou, en erger nog, want je ziet nu al, de, al die gekkies, die droppen sowieso allemaal meteen met zes man en ergens tegelijk. Ja. Dat uh, ga je nu uh, krijgen, maar normaal gesproken komen ze eruit en dan staan ze er in principe goed op. Maar nu komen ze eruit en dan hebben ze allemaal fucking extra ult en dit en dat. En dan moet jij nog beginnen dat jij lekker Rust in bunker geland bent ja. en uh, zes kistjes geopend hebt. En dan kun je zeggen, if you can't beat them, join them. Maar luister, als ik midden in die stad spring bij World Edge, dan ben ik ook binnen een minuut dood. Ja. Dan zit ik de hele avond in de lobby. Ja. Dus nee, ik, ik, ik heb het idee dat ze... Uh, in de communicatie, ik zag een stuk bij jullie op Gamer, Jacob, wat volgens mij wel ergens live uh, iemand heen is geweest, zeg maar. Ja, in ja, person. ja. Mols ja. naar Allee geweest. Ja, en uh, ik, in de communicatie zijn ze volgens mij helemaal wel echt zo van, oh, alles een beetje bij elkaar brengen en matchmaking en noemt dan maar op. Terwijl alles wat ik lees is, maar nee, jullie zijn skill gap skill alleen maar aan het vergroten. En uh, dat is niet iets waar mijn uh, 39-jarige vingertjes zitten wachten. Maar, hey, we gaan het ik ben, ik ben, ik ben wel thuis. benieuwd. Ik ben wel nieuwsgierig naar het nieuw, nieuwe seizoen. Altijd een nieuw seizoen, nieuwe Battle Pass. Ben ik altijd wel even bij. Maar als ik dit zo hoor, dan ja, denk ik ook van: ja, kut. Weet je, ja. Ik, ik speel gewoon lekker casual. En ik vind het leuk om uh, af en toe een winnetje te pakken. Maar het kutste wat je hebt is uh, 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 dat je meedropt met zo'n tryhard. Vaak zijn het. Gekies. Ja, en hier met z'n allen in zo'n op één gebied. En zit je na 30 seconden lig je weer eens, uh, in die lobby op te zoeken, te zoeken naar een nieuw match. En dat is het kutste wat er is. Ja. Ik speel. En nu kom je ook. Uh, ja, je kunt wel dan shields looten van mensen. Maar ja, je okay. komt dus ook. Um, ja, je hebt gewoon een wit schild tot je iemand tegenkomt. Er is geen enkele optie meer om iets anders uh, op te pakken. Maar wat heb je ja. dan nu nog aan loba? Helemaal niks. Uh, Alleen nee, voor de wapens, you, Loba die kan een paal neerzetten en dan kun je twee items uit de omgeving, zie je alles wat er ligt qua loot en dan kun je twee oh, dingen eruit pakken. Je hebt het aan wapens, je hebt het aan, aan uh, misschien liggen de kisten van mensen die niet zijn met schilder erin. Maar Loba heb ik sowieso wel achtergelaten omdat ik weer terug bij de boycastic zit. Die trouwens ook kan healen in zijn smoke. En die boy ja. is van, oh maar het is ook OP. Ik zeg, ja maar, maar bij mij zit mijn ult en geen L1. Plus, dan moet ik een kistje neerzetten, moet ik hem kapot schieten dan krijgen we waarschijnlijk vijf held per tick erbij. Dus dat is net iets anders dan, ik jank even een uh, rookbom op de grond. Ja, maar goed. Ik, ik zie Jacco kijken, die weet nu precies wat hij bij de volgende uh, Freezing Encounter moet gaan zetten als commentator bij, uh, bij de Apex game. Absoluut. Doe ik ja. wel mee. Jij doet mee, maar Jacco doet commentaar. Wij doen mee, maar oh. Jacco heeft vorige paar weken geleden ook Counter-Strike 2 commentaar gegeven. Ja, dat ging fantastisch. En hij is een dario uh, counter strike ja, speler. Dus klopt. Ja. Hij weet alles van de T's en de CT's en Banana. Ja, ik, ik heb alles on the fly uitgevogeld. Ik, ja, ik heb al matches gekeken en zo, maar ja, al dat jargon en zo, en die maps, dat is lastig. Goed, dan heb uh, ik maar al Apex gespeeld. Dan mag je nu even shine, Jacco, want er zijn uh, weer een hoop uh, nieuwe geruchten over de ni Nintendo Switch 2. Uh, uh, oh, ja, de, het lijkt erop dat die in maart al aangekondigd gaat worden. Ja, uh, voor GDC nog. En dat is 18 maart. Uit mijn hoofd. Um, ja, er de, de, de zouden ze ook deze week. Misschien, slechts waarschijnlijk weten we dat al. Als we, als we dit live hebben, is er ook een Nintendo Direct. Maar die stelt waarschijnlijk niet heel veel voor. Want dat is een uh, uh, dan wel een laatste direct om de laatste Switch games de deur uit te hebben. Of een partner direct zelfs, dus van third-party games. En dan zouden ze in maart uh, de Switch 2 worden aangekondigd. En de vraag is natuurlijk, wat voor aankondiging wordt dat? Wordt dat echt een volledige video met uh, nou ja, uitleg en zo? Of wordt het gewoon zo van, hey, we werken aan nieuwe hardware. Je ziet meer deze zomer. Um, ik zie wel gebeuren dat ze dat eerst doen. Een, gewoon een, 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 ja, een korte videotrailer. Uh, weer mensen op zo'n feestje. Laten zien wat de uh, USP's van dat ding. Uh, misschien één game. En dan uh, in de zomer een grote direct doen met... Uh, uh, grote launch game, najaars titels en dat soort dingen. Um, ja, het, het gerucht begon een beetje vaag, maar toen uh, kwam er nog iemand op terug die zei: Oké, okay, ik heb mijn bronnen nog een keer geraadpleegd. en die zegt: Die weet, die weten zeker dat er iets in maart gaat komen. En uh, nu waren er meer mensen die zeiden: Ja, we hebben ook iets gehoord voor maart. Uh, en daarbij zou die dus ook uh, backwards compatible worden. Um, hij zou, uh, dat wist wel, een LCD-scherm krijgen, 8 inch. NVIDIA zou een nieuwe divisie hebben opgezet om custom chips ervoor te maken. Onder andere, dus het lijkt er wel op dat die er aankomt. En uh, ja, toch wel, toch wel sick. Twee dingen: als ik ja, je mag wat mag vragen. Ja, gaan zij uh, niet deze week gewoon uh, Pentament en High Rush laten zien? <laughs> dat zou ook kunnen, ja, ja. Is niet heel weird, toch? Nee, nee. Tweede ding: jullie zijn een professionele podcast, een groot bedrijf. ...tussen alle mensen die het gewoon voor hun hobby of plezier doen door. How de fuck nemen jullie op dinsdagochtend een podcast op die donderdag online komt? Yeah. Ja. 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 Moet niet bij mij zijn. Ja. Ik zou denken, een, 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 een groot megalo, of, uh, een megacorps zoals ReShift is... ...met een groot leider als Martin Verschoor. zeggen, jongens, donderdag podcast. Over twee uur staat hij online en zijn we op een scherp, zijn we allemaal up-to-date... S'avonds in Xbox podcast, doen we er nog één overheen. Hoppakee, maakt het ook allemaal uit. Ja, maar dan heb je er geen video bij. Wij doen heel veel met video. En dat, de, vooral dat video, dat heeft uh, heel veel rendertijd nodig. Als het alleen puur audio-only was, dan was het geen enkel probleem. Ja. ja. Maar er zit dus één ja, ja. computer. Zit er, in, uh, er komen nu drie files, zak zijn kant op. Van minimaal 3 gig, 4 gig. Dat wordt allemaal in een editprogramma gegooid. Boven elkaar gezet, wordt sync gelegd, uh, audio wordt recht getrokken. En dan begint een computer te renderen. En die is wel een halve dag bezig. Dus daarom zit er, een, zit er wat de delay in. Maar als, als ik me heel kwaad maak, dan zou het kunnen. Maar ja, dan, maak je eens, daar ben je heel slecht ja, maar in weet je wie ik tegenover me heb? En ook. Ja. En dan sloop je Ja, die me. die, gaat, die, 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 die ja. laat niks van mij heel. Ik ken niemand op deze wereld die slechter is en kwaad wordt dan jij. Ik kan, ik kan me letterlijk niet herinneren dat je één keer kwaad geworden Ik ben één keer kwaad geworden op jou. Toen we elkaar voor het echt? eerst leren kennen, volgens mij. En volgens mij ja, stond, waarom dan? Volgens mij stonden we, Toen was ik echt 17 of zo, denk ik. Ja, en, 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 en vijf minuten daarna stonden we alweer gezellig aan de bar pils te drinken. Wat had ik gedaan dan? Nee, dan nee. moet ik wel iets ergens gedaan hebben. Nee, niks. Of is niet voor herhaling van Is niet voor Het Is niet voor, okay. de het is niet voor de nee. Ik hoor het al. Oké, okay, goed. Nee, maar zo kwaad kan ik worden. Dus dat we dat ik eerst kwaad op je was en vijf minuten laatste om je pils te drinken aan de bar. Ja, precies. Ja. De minst man ooit. Ja. Nee, toch, heb je toch helemaal geen tijd voor om kwaad te worden, joh. Oh ja, welke ja. O, dagen de tijd voor als ik. Ja, heb jij. ik niet. Ja. Heb ik helemaal geen zin in. Snap ik. Je bent een beter mens dan ik. Ja, dat weet ik Anfer. Anfer. Waar waren we gebleven? Switch 2. Switch ja, 2. Switch 2. Je ging wat vragen aan ja. Jakko. Komt er ding uit? Ja, nee, dat waren de vragen. Ah. Komt dat ding uit dit jaar of niet? Want ik zit al honderd jaar te wachten om... Ik deel die kleine. Nee, we gaan geen nieuwe Wii-modes... Nee. Ik stond in de winkel ook laatst om Wii-modes te vragen. Gewoon Joy-cons. Joy-cons, ja. Dus ik heb ze voor mezelf wel gekocht. Maar die kleine is heel lang aan het sparen. Die is echt, echt een Nintendo-fanboy eerste klas. En dan zegt hij... Oké, heeft hij genoeg geld? Zo kan hij dus Joy-cons kopen want die van hem die zijn kapot en die kunnen ja. ook niet meer gerepareerd worden. Dus ik zeg, maat, er komt een tweede Switch aan. Daar ben je voor aan sparen. Wacht nou, want je weet niet of die controllers daarop werken. En uh, als je nu dan even bespaart op de controllers... dat je gewoon je pro zeg maar gebruikt in plaats van joycons... dan kun je dan een extra spelletje erbij kopen als je wil. En die gozer krijgt zoveel, dus ik probeer hem heel erg te temperen... met wat hij wel of niet koopt of spaart, of weet ik het wel. Um, maar ik had zelf... Wel een hond die mijn Joy-Con opgegeten had, terwijl ik van die mooie witte had van mijn OLED, daar ben ik echt zuur van. Ah, ja. Ik naar de Medium ook toe dus Hebben jullie uw modes En die gozer kijkt maar <laughs> en zo, nou echt al lang niet meer. Ben jij niet zei, Simon? Zei hij. Ik zei: ja, maar Ik heb ze letterlijk laatst hier zien hangen. En, ik, en twee kleuren die ik al lang op het oog heb, zo van dat roze en, en lichtgroen. En hij zo, en Hij zit, sorry, ik heb echt al heel lang niet meer. Ik zeg maar, ik, ik zie ze letterlijk daar en zo. Is dus hij mee naar de rek van die Switch. <laughs> Ik zei, maar hier, normaal hangen ze toch hier? Hij zei: Oh nee, meneer, sorry, dat zijn Joy-Cons, dat is voor de Switch. En ik had echt een, in mijn hoofd zo van: <laughs> maar, Wat? En toen dacht ik: Waar zei ik nou wie modes? Oh ja. Maar goed, dan heb ik dus wel voor mezelf joy, Joy-Cons gekocht. Maar um, ik, ik wil dus weten: van: uh, komt die Switch gewoon nog dit jaar? Want we zijn hier, uh, ja. we zijn, kijken de Rijkhals het naar uit. Ja, ik, ik gok zelf dat die ergens in september komt. Maar hij komt sowieso ergens richting het najaar. Er zijn nu Top. zoveel geruchten en aanwijzingen dat ze wel moeten. En je ziet het ook wel een beetje in de output. De output van de Switch was echt uh, het afgelopen jaar was echt nog heel goed. Maar ja, dat zie je wel vaker bij consoles die echt super succesvol zijn. Ja. Uh, Zwangerschap. Het, het is nu wel echt een beetje. Uh, de, het is dat die Mario-filmen het zo goed heeft gedaan en dat we daardoor nog Super Mario RPG kregen. En we krijgen nog Paper Mario. En ik heb net uh, Mario vs Donkey Kong gespeeld. Maar het zijn allemaal titels die gewoon ja wat kleinere schaal hebben. Ze zijn iets korter, ze zijn wat simpeler. Het is een hele recht toe recht aan remake. Ook Mario vs. Donkey Kong, superleuke game. Maar ja, we hebben het nu wel gewoon gehad. Mario Wonder was echt de laatste grote Nintendo game. En daarvoor was het Zelda. Ik kan zeggen ja, hebben jullie niet gewoon afgelopen jaar met Zelda en Mario Wonder gewoon twee bangers gehad, waar andere consoles drie jaar moeten wachten? Daarom, ja, ja, ja. ja maar die, en dan, ja, die... ja dat mag het nog wel even. Ja, precies. Maar ja, ze hebben nog wat dingen. Ik denk dat Metroid Prime 4 cross-gen komt. Dus dat die en voor Switch en voor Switch 2 komt. Oh, dat wordt hem. Hè. Uh, dat zie ik wel gebeuren. Uh, maar ja, die gaat dan ook ergens dit jaar uitkomen als, als opvulling. Of in ieder geval nog als titel, najaarstitel voor de huidige Switch. Maar het moet wel bijna dat er dit jaar een, een opvolger komt. Um, ik denk niet dat de Joy-Con erop werken. Dat, ze... dat denk ik dus ook niet net een iets anders systeem. Of verbeter de Joy-Con... of helemaal geen Joy-Con meer. Of toch terug naar Wiimotes. Je hm. weet het niet, hè? Twee Wiimotes. Maar helemaal, ik ze helemaal, helemaal, uh, helemaal geen Joy-Con meer? Ja, ah, ik weet het niet. Hoe zit je dan met die backwards compatible games? Goed, uh, goed. Nou, gewoon uh, op uh, een controller aansluiten... bijvoorbeeld. Maar dan moet ze die wel erbij geven. Want anders is het geen Switch meer. Zeg maar. Ja, dan kan je niet meer zweren en swapperen straks. Nee, precies. Dus of, ja, of... ze hebben een veel beter systeem... voor de Joy-Con bedacht. Gewoon... Ja, iets robuuster, um, grotere knoppen en zo, dat je ze nog wel eraf kan halen of gewoon andere stikken. toch? het werkt ook wel heel makkelijk met gewoon uh, een Bluetooth-dinges, uh, dus gewoon allemaal dezelfde soort verbindingen, toch? Dus ja. van, uh, je van ja, 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 nieuwe ja. controller als je die Joy-Con aansluiten, is dezelfde techniek, dus ja, denk ik ook wel. Ja, en dat kon ook uh, best wel veel consoles waren, toch ook best wel backwards compatible wat dat betreft. Je kon ook de zakken controllers? aansluiten. Ja, die kon je ook op de Wii-aansluiten. Ik heb zo'n Gamecube controller liggen om Cody in elkaar te slaan met Smash Bros, maar hij durft nooit. Nee, ja, hij durft niet, nee. Jammer. Hm. Dus ja, uh, exciting wel. Ik ben echt super benieuwd en ja, ik denk wel dat ze we een 3D-Mario gaan uitbrengen. Die heb ik in mijn ja. Fantasy League, dus ik mag het Ja, ja. hoop. Ja, ik denk eind dit jaar een nieuwe 3D-Mario Odyssey 2 en begin volgend jaar Mario Kart, de volgende. Dat denk, oh. dat denk ik. Zo. Ja. Ik vond het heel heftig, jij zei uh, tussenuit dat je Prime 4 nog wel dit jaar verwacht als switch-titel. Ja, denk het. Wanneer moet hij dan uitkomen? Ik heb geen idee, maar ik durf, ik durf daar al jaren niet meer over te dromen. Nee, oké. Okay. Dus hij is echt een oh. lange ontwikkeling ook. Echt gewoon ja. De hele switch-generatie is in ontwikkeling. En toen kwamen ze met zes die, keer opnieuw begonnen. <laughs> toen kwam ze met die video, YouTube-video. Die man voor dat witte, uh, witte scherm stond van Hallo. We hebben een update. We beginnen helemaal opnieuw. Ja. En sindsdien hebben we niks meer gehoord. Ja. Hmm. Over een tijdje niks meer gehoord gesproken. Um, EA is natuurlijk afgestapt van de FIFA-naam. Ze zijn uh, overgegaan op oh ja. EA FC24. En ja, dat ging vrij moeiteloos. Want volgens mij was het afgelopen jaar nog steeds... een van de best verkochte games. In ieder geval uh, in de Benelux. Uh, maar nu dus weer een gericht gerucht dat, uh, dat FIFA de organisatie zelf ook een gamepje gaat maken... en dan gaan ze een samenwerking doen met 2K Games. Ja, ze hadden eerst vijf crypto games aangekondigd. Ja. En misschien hebben ze door dat dat niet helemaal door de toekomst is. Dus uh, vind ik 2K best wel logisch eigenlijk. Zij 2K zijn goed is in de NBA. meest logische. Ja. We hebben, uh, welke sportgames hebben we van 2K? Natuurlijk de NBA games, hebben we NFL. We hebben American voetbal. Uh, misschien wel een betere versie dan Madden. Ze hebben met dat college voetbal, uh, NCAA is het, geloof ik. Ze hebben natuurlijk topspin. Wat ja, er komt een nieuwe van, hè? Eens, er komt een nieuwe van. Ik kan meteen onze Nederlandse toe kijken. Ik zeg, yo, fuck, een nieuwe topspin is het leven hoor. Ja. Um, dus w -W -E? nu, ze, ze hebben topspin, ze hebben dat worstelen, ze hebben NBA, wat natuurlijk de, in principe de beste sportgame is. Ja. Uh, wat ik zeg, zij doen met, 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 met de merk voetbal betere dingen dan wat IA wat, wat met, met Madden doet. Dus ja, als ik ergens op vertrouwen heb, is het wel 2K die een voetbalgame maakt en de vak en FIFA-licentie krijgt. Ja, ze hebben ook nog uh, golf. Ah oh, ja. Uh, Tiger, Woods. Tiger Woods. Nee, 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 Tiger Woods van IA. Ja, PGA Tour. Oh, PGA. Die, oh, die oh, heet behoorlijk. PGA tegenwoordig, maar die is van J. Nee, is het een 2K toch? Zij hebben iets van. Uh, PGA Tour, 2K. 21. Ja, hoe Is heet, heet die Tiger Woods uh, dan tegenwoordig? Weet ik niet. 2K 23 PGA Tour 2K 23. Ja, ze hebben ja. wel een. Uh, ik heb die cool. ook nog gespeeld inderdaad. Jou. Ja, maar dat zijn ook, ook, ook nog gelukkige uh, games. Zijn dat? Ze hebben ook best veel race games, toch? Is dat een Lego? Ik heb hier even een stel... lijst. Ja, die EA game, die heet dan weer EA PGA Tour 23. Die hebben ze veranderd toen die Tiger Woods, dat zat ik even was ik mee in, in, oh, de, in de Tiger Woods, helemaal buiten de boot sprong. Daarvoor was het altijd Tiger Woods PJ To yeah. Anyway. anyway. Ja. Uh, goeie, die die lopen elkaar niet zoveel. Ik heb ze allebei wel gespeeld. De, dat is allebei wel van hetzelfde laken in de pak en allebei wel bangers, maar. Ja. ja. Maar volle um, vertrouwen. Turkije, die FIFA maakt, is, is uh, de echt, echt een grand succes en uh, wordt ook wel eens tijd, man. Even iemand, een nieuwe speler buiten e-voetbal in het uh, genre. Ja, er komt natuurlijk ook uh, UFL komt eraan. Dat wordt een free-to-play voetbalgame. Uh, die is al, denk ik, een jaartje of twee in ontwikkeling. Best wel wat namen die zich daarachter hebben geschaard. Uh, voetballers. Uh, daar wordt wel door de community rijkhalsend naar uitgekeken. Zijn vooral benieuwd of het wat gaat worden. Uh, ja, IAFC ja, pruttelt gewoon lekker door natuurlijk. Zal ook dit jaar wel weer de best verkochte game worden binnen binnen. Europa waarschijnlijk, en maar uh, concurrentie kan nooit kwaad natuurlijk. Yeah. Nee. Nou, dat is eigenlijk gewoon ja? FIFA Street. Wil je dat? Vond je ja. dat echt leuk? Vroeger vond ik dat mega vet, leuker dan de echt FIFA. Maar vond je het ook leuker dan de zaalvoerbalmodus in FIFA 98? Ja, ja die heb ik nooit gespeeld. Dat was, the ja, het was, ja, het het was, was de realist. Toen was je nog niet geboren oh, natuurlijk. hoor. Oh, oh. <laughs> oh nee, legit niet misschien. Niet heel lang. <laughs> Daarom. Uh, nee, FIFA Schiet was light, man. Met al die, Dan had je één knop voor trucjes. En dan maak je een trucje en dan viel die andere gas helemaal om. En dan kon je zo vanaf de middenlijn fucking hard schieten. En dan zo onderkant laat ik het Dat was altijd spectaculair. Dat, en lekker snel. Exactly. Zeg maar. Je hoeft er niet helemaal het spel op te bouwen. Ja, dat is red card soccer. Altijd elke slijding met twee benen vooruit op iemand zijn hoofd. <laughs> Maar als zij als IE als ooit nog een IE big titel lanceert voordat ze SSX brengen, dan, dan, dan steek ik echt fik daar, Niet ja. echt. Als de politie meeluistert, was een overdrijving, maar ook oh, wel echt gek. SSX-man, ja die wil ik. Het is tijd. Tricky remaster. Let's fucking go. Hey, we zijn uh, aangekomen bij de typisch. Heb je, heb je nog uh, iets wat je hebt gezien, gespeeld, gelezen? Gehoord, wat je mee wil geven aan ons luisteraars. Kijkers, de busje verder. Ja, ik nog eerst. Laat ik nog nadenken. Ja. Ja? Ik, heb, ik heb een tip. Ik zag uh, een TikTok voorbij komen over een anime. Toen ben ik hem gaan kijken. Er is nog maar één aflevering op HBO Max. En hij heet uh, Ninja Kamui. Het is van blijkbaar een paar bekende mensen en studio's. ook de regisseur van Jujutsu Kaisen of zo. Um, maar wat mij heel erg aansprak, is dat het eigenlijk een soort van. John Wick is, maar dan anime met wat cyberpunk elementen. Het is een, het is een guy die is een ex-ninja en hij, hij, hij houdt zich een beetje verscholen. Maar langzaam om hem heen zijn er allemaal andere ex-ninjas die uh, op brute wijze worden vermoord. En dan weet hij, ze komen mij halen. En uh, nou, dan gaat hij uh, proberen daar wat tegen te doen. En ja, eigenlijk is het één is, is het, is het groot wraakverhaal met mega brute vloeiende actie. Het is echt, het is zo het is lastig uit te leggen. Maar het deed me heel erg denken aan John Wick. Gewoon dat hele vloeiende. Geen cam camera cuts, maar gewoon heel snel. De camera draait eromheen. En um, veel met uh, zwaarden worden gevochten. Uh, het, het is heel snel, veel bloed. Um, ik uh, vind het heel dope. Dus, dus nog maar één aflevering, dat is het kutte. Elke zaterdag komt het nieuwe. Mm. Maar ja, de aflevering duurt 22 minuten. En als je een beetje hiervan houdt, ik, ik kijk helemaal niet zoveel anime. Maar dit vond ik echt heel ziek. Klaas. Ninja Kamui, Dat is mijn tip. Ja, Goeie tip. Simon. Uh, ja, lastig. Um, ik ga toch zeggen. Met gevaar dat ik een Broken record ben. Als jij een Switch in huis hebt, uh -oh. lieve mensen, kijk naar me me aan. Nou. Ga zien op Blade Chronicle spelen. Definitive Edition. Het is. De eerste is 40 uur denk je. Hmm, het is waardeloos. Nee, dat is niet waar. Maar het begint een, <laughs> <beetje zo> <laughs> begin een beetje zo van een beetje zo van ik snap niet waar iedereen het over heeft. En dan ineens jongen, dan, ben, dan zit je erin en dan is het het is net zo mooi als die zondag toen het sneeuwde in het zal het zijn geweest 1999, nee, je thuis zat, en je thuis bleef van school omdat je Final van 8 c verhaal verneukt was en je 8 uur opnieuw moest spelen, maar je deed het toch. Ik keek uiteraard mensen waarbij de sneeuwbal aan het gooien maar niet jij. Nee, jij zat thuis lekker warm op je slaapkamer, op je CRT, grote beeldbuisscherm, Final versie 8 spelen. En dan denk je: Oh, mooi was die tijd, vriend. Niks was, die tijd is nu. Als je zien op leed Chronicles in huis haalt en gaat spelen. Geloof me. Oh, goh. dat deed je, dat ja, deed je vrij snel. snel. Meestal heb je meer tijd voor ja. nodig. Nee, ik weet. Uh... Pas maar aan jullie timing. Ja. Anders zijn jullie daar ook met editen en uh, renderen. En, die, en op zo, die, op op. die pas vol. 2025 ja, daarom, hebben we een keer uh, daarom, daarom, podcast. En, en dan weer boos. Dan bestaat Xbox <laughs> niet eens meer. Goed, ik heb nog een laatste tipje. Uh, als ik uh, in het weekend hier uh, een gamepje wil gaan starten, heb ik geen schijn van kans. Want al die schermen hier omheen worden altijd ingepikt door die, uh, die, die twee smurfen die ik hier rond heb lopen. Uh, dus, uh, uh, dus dan moet je zelf ook wat. Ik heb een Steam Deckie waarop ik dat doe. En ik weet uh, dat uh, veel uh, luisteraars, kijkers van mijn, van mijn of onze leeftijd om datzelfde probleem hebben. Dus de Steam Deck is de ultieme Dead gaming device. En nu was ik een beetje door mijn Steam-lijst heen aan het scrollen. En dan kwam ik daar Hongkong. Massacre tegen. En jij had het net over John Wick, mm. maar dit is gewoon John Wick The Game. Ja, het, is, ja, het is een top-down view heb je. en je hebt, je hebt die bullet time die je kent van Max Payne. En uh, ook die scène uit John Wick 4, die je van boven ziet, die is gebaseerd niet op uh, Hotline, Miami, maar Hotline Miami, maar op deze game. Ja, dat is mooi. Ze vroegen van jullie ah, really? hebben zeker ah. gekeken naar Hotline Miami. Zeiden ze... Van La Miami, wat is dat? Nee, we, we, we speelden Hong Kong Massacre. Dat ja. vonden we vet. Ja. <laughs> so, wow. Dus uh, die scène die top-down is naar John 4, die is op deze game gebaseerd. En ik, ik snap het wel: het is zo hard als John Wick 4. Um, en het knalt als een zonnetje. Het is al een wat oudere game. Dus heb je niet zo'n sterk pc'tje of gewoon een Steam Deckie. Hij draait daar heel erg goed op. Het is, uh, het is fantastisch om je even op uit te leven wel je kinderen je PlayStation en je Xbox hebben ingepikt. En je moet dat of Broken Sword 1. Dat kan ook. Dat kan ook. Als je wat vredelievender bent. Ja, dat kan ook. Pas op die geit, zeg ik dan wel ja? als tipje. Extra tipje van mij. Broken Sword, je isus Christus, dat is lang geleden, jongen. Draait als een zonnetje op dat ding via de Ja, maar dat draait op je trot. <laughs> Het rijdt nog op een broken sword? Ja, yeah, precies. Ik, ik, volgens mij had ik ooit een keer zo'n... Je komt bij de Dixons, volgens mij. Kon je van die demo discs die halen. Dixons! Oh my, Dixons. God, oh my god. god. Gooi me anders even meteen terug naar de jaren negentig. En volgens mij had ik daar... Had ik broken sword die op. Dan kon je zo'n uitklapmap kopen met allemaal verschillende CD-ROMs. CD allemaal verschillende games oh, op. En daar had ik volgens mij broken sword is... op. Maar er zijn toch ook echt vijftien delen van of zo? Nee, er zijn vijf delen. Echt? Ze oh, hebben wel oké. vaak een remaster, en een remake gedaan, maar dat zijn vijf delen. Ja. Ah. Zeg mijn hoofd? Daar zit ik niet ver naast. Dat weet ik wel, want je hoeft mij over Broken Sword weinig te vertellen. Dan had je dus, uh, dan had je King's Quest, dat had je uh, Monkey Island Fest, en ja. Broken Sword had je dan. Lekker man. De fucking goats. <laughs> Volgens mij Joes had games. je nog. Ja. En Jacco gaat even googlen hoor. <laughs> ja. Prove me wrong. <laughs> Drie, vier, vijf, zes. Ah, zes. Nee, nee, nee. Kijk, een van die dingen is gewoon een remake met een andere naam. Ja, maar met er komt erop. dit jaar een nieuwe. Ja, maar tel jij die mee als nummer 6? Ja, weet ik veel. Broken Sword, Parzival, Stone. En ja, die is nieuw. Het is dus Broken Sword 1, Shadow of Temples. Ja, oké. Okay. Nee, 2. er zijn er vijf. Ja, ja, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Revolution Software. Ja, ik dacht even dat je Broken Age bedoelde. Die heb ik wel gespeeld. Nee, ja, ik leuk. heb Broken Sword. de Steel Sky heeft ook ineens zo'n nieuw deel gekregen laatst. Dat was die dude van Watchmen. Ja. Die kun je ook gewoon. Kun je ook handig spelen op, dat dingetje van Martin. Dingetje noemt hij het ook echt. Ja, maar wat zei je dan wat je had? Een Steam Deck. Een Steam Deck, ja. ja. Daar kun je makkelijk... Uh, ja, jij hebt die Ella hey, Gebruik je team die nog team -Alle Ik L heb die Origin Ella om uh, dingen te spelen. Uh, het was eigenlijk bedoeld voor Street Fighter en... Uh, hoe heet die andere game nou? Dan ben ik het alweer kwijt. Van Warren Specter. Uh, System Shock. Ja. Maar wat het ding dus was, ik had er ding gehaald. En uh, dat was de bedoeling. Dat ik lekker het vliegtuig en in de hotelkamer ging zitten. En dat ik vaak voor het voetbal wegging. En toen ging ik niet meer weg. Dus heb ik dat ding bijna niet gebruikt. Want toen bijvoorbeeld Baldur's Gate uitkomt, om er even iets te noemen. Ja, dan, heb ik gewoon, dan zit ik gewoon thuis met dit laptop. Dus ik ben ook niet meer onderweg aan het gamen. En dat, dat tot aan het zien bleef, heb ik ook mijn Switch ineens weer helemaal lang laten liggen. Terwijl normaal gesproken ramde ik door de Triangle Strategy, door Fire Emblem heen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik hem in, in docked mode speel. Omdat ik geen handheld guy ben. En ik weet nog dat ze die uitbrachten. En, en ik ben uh, een van, uh, van, de, van de mensen van, van Team ROG. van ambassadeur of voor de label die er ook wel aanhangen. Ik zou luister, die laptop is top. Ik wil, ik wil die airline, man. En dan kan ik gewoon Street Fighter onderweg spelen. Kan Destiny onderweg spelen. Uh, kan ik uh, like System Shock onderweg spelen. Maar er was geen onderweg meer ineens voor mij. Dus uh, ja, doe ik er eigenlijk veel minder mee. Dan zit ik gewoon op die laptop lekker met PC-shit te spelen. Hm. Waaronder Broken Sword, als ik zou willen. Ja. zo. So. Jacco, echt wel een game voor jou. Yep. Ja, waarom heb je Broken Sword niet gespeeld? Jij weet niet. Jij jij kreeg weet letterlijk, het is letterlijk de Goat uit Broken Sword is een ding. Maar het is een point-and-click-game, je... toch? Ik noem het een, uh, een, een ervaring. Een point-and-click-ervaring. Een... Ja, je moet wel point-and-clicken. Nou. Jij weet niet wat je moet doen bij die geit in Ierland. En dat, daar nee, worden de mannen ik... van de jongens onderscheiden, Jacco. <laughs> dat kan ik je wel vertellen. Ja, laat maar raden. De oplossing is weer echt super obscuur. Net als bij heel nee, veel point-and-click-games. Nee, en dan raak ik heel het, erg frustreerd. En dan wil ik het minst, niet opzoeken, maar, maar dan, minst, dan moet ik het wel. Minst obscure oplossing ooit. Dit verhaal ken ik trouwens van die geit. Ik heb het wel eens gehoord. Ja, maar de gei, dat zeg ik. Maar dat is, dat is... Moet je eens met een belletje is, doen of zo? Een punt in onze tijdlijn van de mensheid is... Er is een before goat en after ja. sword goat. Oh, kut, ik ga Kijk. zelf nog sword spelen als ik nog ja, lang wil gaan. Ja, op je ally. Goed. Ja. Thanks, uh, boys. Jullie ook? Ja, Jij ook? Uh, Mensen thuis, ook bedankt voor het luisteren, maar niet voordat ik zeg: uh, ik had, volgens mij, twee weken geleden zei ik dat je naar de Go Gaming moest, mocht je nog zo'n puur boek hebben. Maar wat, wat, dus hebben ge, wat ze dus hebben gedaan met Go Gaming, ze hebben dus de auto volgeladen. Ze hebben dat allemaal bij ons neergezet, zodat we het weer op onze eigen uh, online shop hebben kunnen zetten. Dus uh, we hebben er nog de laatste 60 volgens mij boeken. En dit zijn echt de allerlaatste. Alle, 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 alle die kan je nu scoren op pup.nl/slash boek. En dan heb je dus ook zo'n uh, mooi boek over 30 jaar gaming. Hij ligt daar. Zijn die dikke. Shout out naar uh, Bastia Vroeg op. Dat heeft hij mooi gedaan. Zeker. Ja. Was deze over 30 jaar gaming? Die hebben we inderdaad gemaakt samen met. Uh, Bastiaan en met uh, Soraya. Die heeft hem helemaal veel opgegeven. Hij is echt mooi. Ik wou net zeggen, shout-out naar wie? Soraya? Soraya, ja. Soraya ja. ja. Ik ben echt fan van dit soort, uh, ja. dit soort vormgeving. Dit is een stijl. Ik hou je heel erg van. Ja, ja. dus uh, daar ben ik zelf ook super trots op. En de laatste gaan dus nu weg via pu.nl boek. En daarna is het echt, echt gewoon klaar en weg. En dit is het ideale cadeautje voor, uh, voor iemand die van videogames houdt. Dus dat... Mag ik nog één vraag? vragen? Ja. Staat Broken Sword erin? Nee. Kutboek. Ja. Die halen. Niet halen. Broken Sword staat Misschien komt er nog een extra uitgave. Gewoon een kleine op, oh. oplage voor ons drie. Met, misschien dan die halen. Misschien die met wel broken halen. Soort de, de, de Met Broken Sword erin. Een extra bladzijde van minder Alleen een <laughs> foto van die geit. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is wel een goeie. Ja. Nou, dat is. Doei. Doei. Doei.